Engelse spellenzonde, dit keer het spel Familia, uitgegeven door Rox Games. Het is een twee-speler spelletje waar je ongeveer een half uurtje mee zoet bent. En zoals de titel misschien al doet vermoeden, is het een maffiaspelletje. Beide spelers hebben een maffiagang en proberen daar zoveel mogelijk indrukwekkende leden in te krijgen. Om aan het einde van het spel zoveel mogelijk punten te verzamelen. En die dat het beste doet, die wint dit spel. We gaan eens kijken. Het spel is gemaakt door Friedemann Friese, de man met het groene haar die we kennen van onder andere Hoogspanning. Wij krijgen de spelregels keurig in het Nederlands met voorbeeldjes en dat ziet er gewoon netjes uit. En wij krijgen natuurlijk de kaarten waarmee we gaan spelen. Een aantal startkaarten om mee te beginnen. De typerende artwork van Friedemann Friese zijn spellen. En een aantal gangsters met hogere waardes, speciale eigenschappen die we moeten gaan aantrekken naar onze gang. Dat is wat we krijgen. Tijd om het spel op te gaan spelen. En zo ziet het spel er aan het begin uit. We hebben de trekstapel, we hebben 6 gangsters open liggen. Beide spelers krijgen hun starthand en die is te herkennen aan de ene voor speler 1 en de tweede voor speler 2. En daarin zitten 4 gangsters met een waarde van 0. Wat wij willen doen is, wij willen natuurlijk gangsters gaan aantrekken. Je ziet op elke gangster een waarde staan. Je ziet hoeveel punten die aan het einde van het spel waard is. En je ziet dat sommige gangsters hier in het midden een symbool hebben. En dat is de speciale eigenschap van elke kleur. Deze gangster kan, als die gespeeld wordt, de waarde van een gangster met 1 verlagen. Dus deze is 1. En daar kan die dan 0 van maken. En dit zijn dus overwinningspunten. Daar wordt niet aangezeten met die eigenschap. Dit zijn de soort van boekhouders. Die kunnen weer kaarten uit jouw gebied terughalen. Gaan we zo naar kijken. En tot slot hebben wij nog de groene. En die fungeren als een soort joker. En dat zie je op deze wijze weergegeven. Dit is een 2, maar hij kan ook gebruikt worden als een 0 of een 1. En dan hebben we tot slot de rode familie. En de rode familie heeft eigenlijk geen speciale eigenschappen. Maar je zult zien dat die veel meer punten waard zijn in tegenstelling tot de andere gangsters. Dus een gangster van 1 is 3 en een blauwe is gewoon maar 1 punt. Gooi een dobbelsteen of maak op een andere manier uit wie er mag beginnen. En als de speler begint, heeft hij een beurt van 4 stapjes. Stap 1, hij gaat kijken of er in de rij gangsters liggen met een waarde van 0. Liggen die er, blijft de rij zoals die is. Gebeurt er verder niks, gaan we door naar stap 2. Liggen er geen gangsters met een waarde van 0, dan mag hij een van de gangsters uit de rij afleggen op de aflegstapel en daar een nieuwe gangster voor trekken. En dat mag hij net zo lang blijven doen, totdat er in de rij weer een 0 ligt. Let wel, dit mag hij doen, hij is niet verplicht dit te doen. De tweede stap is dat de speler een boekhouder mag spelen. Je ziet dat mijn boekhouder geen eigenschap heeft, maar mocht ik bijvoorbeeld deze boekhouder in mijn hand hebben, dan mag ik die spelen en dan mag ik uit het gebied wat hier ligt, waar deze boekhouder ook naartoe gaat, 4 andere gangsters pakken en die gaan weer mijn hand in. 1 boekhouder per beurt. De derde stap is dat ik een bruut mag spelen. Dat zijn deze gele gangsters. Om de waarde van 1 van de gangsters in de rij te verlagen. Ik heb momenteel nog geen bruut met een verlager. Maar deze zou bijvoorbeeld zeggen, ik speel die. En dan wordt dit bijvoorbeeld een 1 in plaats van een 2. Gaan we zo zien waarom we dat willen. Ook daarvan mag ik er 1 spelen. En tot slot neem ik 1 van de gangsters uit deze rij. Of ik pas. Om een gangster op handen te nemen, moet ik aan een paar regels voldoen. Een 0 mag ik altijd gratis pakken. Maar zou ik deze 1 bijvoorbeeld willen, dan zou ik 2 gangsters moeten spelen van de kleur waarvan ik hem wil hebben, dus dit is geel, die 1 lager zijn. Dus als ik deze gele 1 wil hebben, moet ik uit mijn hand 2 gangsters spelen die geel zijn en 1 lager, dus 0. Dus ik speel 2 gele nullen. De gangster gaat bij mij gelijk mijn hand in. Vervolgens mag ik van de 2 gespeelde kaarten weer 1 kaart pakken. Die gaat ook weer terug mijn hand in. En die andere blijft in het gebied voor mij liggen. En dan is mijn beurt voorbij. En gaat mijn tegenstander. En die doorloopt dezelfde stappen. Dan hebben we natuurlijk die jokers. Ik wil bijvoorbeeld deze blauwe boekhouder hebben.
De blauwe boekhouder heeft een waarde van 1, dus we hebben 2 blauwe nullen nodig. Er liggen hier geen blauwe nullen die ik kan oppakken, zodat ik hem de volgende beurt zou kunnen pakken. Maar ik heb 1 blauwe nul in mijn hand en ik heb zo'n joker. Je ziet dat die joker een groene 2 is, dus als ik 2 groene 2 heb, kan ik een groene 3 pakken. Maar ik mag hem ook gebruiken als een 0 of een 1. Wat mag je niet doen? Je mag niet zeggen ik gebruik 2 jokers, dus 2 van die groene gangsters, om een willekeurige kleur te pakken. Dus ik bedoel 2 van deze, maak ik 2 rode ene van en dan pak ik die 2. Dat mag niet. Je moet altijd 1 gangster van de originele kleur gebruiken en daaraan vast plak je zo'n joker gangster. Maar ik kan deze dus laten tellen als een 0 van een kleur die ik wil. Dus ik speel 1 blauwe 0. Ik speel mijn joker die ik ook laat tellen als de tweede blauwe 0. De boekhouder gaat bij mij op handen. Ik mag weer 1 van deze 2 terug op handen nemen. Dan neem ik lekker mijn joker terug. En hij blijft voor me liggen. En dan is de volgende. Zodra de laatste gangster uit het rijtje gepakt wordt, gaat er gelijk 6 nieuwe kaarten op tafel open. Zodat er weer een nieuwe rij met gangsters op tafel ligt. Jullie zien dat er nu geen enkele 0 tussen ligt. Dus dan mag de speler die aan de beurt is zeggen, ik ga gangsters wegleggen. Net zolang tot er een 0 ligt. Of totdat hij zegt van nou, ik vind het goed en ik kan hier wat mee. Dan doet hij de acties zoals ik net zei. Hij legt eventueel een boekhouder neer, eventueel een bruut. Dan gaat hij een van die gangsters proberen op handen te nemen. Kan hij dat niet, dan zal hij passen. En dan gaat de beurt weer naar mij toe. Het spel duurt 2 keer de trekstapel. Zodra de trekstapel voor de eerste keer op is, dan schud je alle gangsters op de aflegstapel en die vormen de tweede trekstapel. Dan verandert er ook nog 1 element. Als je de eerste stap doet en er ligt geen enkele 0, dan mag je niet oneindig gangsters blijven doorwisselen tot er een 0 komt, want die zal niet komen, want die zijn op. Maar dan mag je ervoor kiezen om 1 gangster af te leggen en daar een nieuwe gangster voor open te trekken. En zo gaat het spel door tot ook de tweede trekstapel wederom helemaal op is. Dan wordt die beurt nog afgespeeld en dan ga je tellen. Alle gangsters hebben hier onderaan punten en degene met de meeste punten is de winnaar van Familia. En zo wordt het spel gespeeld. Het spel Familia van Friedemann Friese is een lekker snel, simpel, tweespeler kaartspelletje met een geinig maffia-thema wat vooral terugkomt in het artwork. Er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je dit spel kan proberen te winnen. Je kunt gaan voor het recyclen van je kaarten middels boekhouders, het goedkoper maken middels brute, of gewoon gaan voor de rode kaarten die lekker veel punten opleveren en dan maar wat langzamer door je kaarten heen gaan. Maar al met al maakt het niet helemaal uit hoe je het doet, want het is een gebalanceerd spel waardoor je altijd wel kans maakt om die overwinning van je tegenstander af te snoepen. Daarentegen zit er natuurlijk een grote geluksfactor in. Wanneer komt welke kaart en welke kaarten weet jij op tijd te bemachtigen. Maar ja, je kunt ook zeggen ik pas een ronde waardoor de tegenstander de rij misschien opmaakt en jij met een nieuwe rij van 6 kaarten begint en dan een betere keuze hebt. Het is een geinig spelletje. Het is niet een heel erg bijzonder spelletje, maar het ziet er wel erg lollig uit en het is simpel te spelen. En om die reden heb ik het een bescheiden 6 gegeven.